De eerste voorronde van het Eendagse Festival, er komen 3 stukken. We hebben nu inmiddels 2 gezien. Er komt nog 1 en morgenavond nog 2. En dan kiest de jury, ik ben niet alleen gelukkig, ik heb nog 2 fantastische heren naast me. Dan kiezen wij 2 uit en die gaan naar de finale. En waar letten jullie als jury vooral op? Het is heel divers. Naar hun spel, hè? Naar entertainmentwaarde vinden we ook heel erg interessant. Samenspel, de acteerkunsten. En ja, dat eigenlijk zo'n beetje. Ja, en waarom is het dan zo belangrijk dat wij nog zoveel aandacht besteden aan cultuur? Ja, maar zonder cultuur dan zijn we toch nergens. Ik bedoel, cultuur is muziek, theater. Daar worden we blij van, daar worden we vrolijk van. Kijk eens hier hoeveel mensen erop afkomen. Maar ook om te spelen. Hè? Ik heb zelf ook jarenlang aan theater gedaan. En dan, als ik dan hier weer kijk, dan gaat het weer kriebelen. Hè? En verbinding met elkaar, ook belangrijk. Dus nee, we kunnen niet zonder cultuur. Want ik zag ook dat jullie tussendoor notities maken. Ja, wat noteer je dan zoal? Ja, dingen die je ziet op dat moment. En je hebt het uiteindelijk wel goed in het hoofd. En praat je even met elkaar. Het is ook met name het gesprek, hè, waarin je dingen benoemt. En je schrijft wel iets op, maar het is eigenlijk te weinig, zeg maar, hè, wat je opschrijft. Het gaat om het geheel en het verhaal. En het zijn de losse elementen die je eventjes noteert, hè, als houvast. Maar je hebt op zich 30 minuten en dat moet lukken dat je dat wel vast kunt houden. Dus, ja. Wat krijgt het winnende team? Wij hebben dit jaar gemeend om daar een financiële beloning op te zetten. Maar niet alleen voor de winnende team, ook voor de daaropvolgende team. Uiteindelijk winnen we allemaal, want we hebben hier gezellige avonden met elkaar. En iedereen ziet weer wat toneelspelen is en wat dat met elkaar doet. Ik vind de commentaren erop van de jury, adviesjes van led hierop, zou dit kunnen. En oh, wat heb ik genoten, vind ik heel mooi. Ja. Ik wil u vriendelijk bedanken voor alle informatie. In orde, dank je.